Alsjeblieft mijn reservevloenen uit de stal willen brengen en een MRI brengen. Ja. Kijk, hier dat klopt niet, jongen. Ah, hier, die open hier. Godverdomme, dat trekt toch niet. Ja, doe het kleren en direct naar hier. Ja, ik zet die nog. Goed. Goed. Ja, salut. Blijf hier goed, dit ambier. Maar blijf ze erin. Jongens. In een goede namiddag, sportliefhebber. We zijn hier bij Hippolyte, die een aantal vertragingen heeft opgelopen. En we gaan nu even vragen welke tactiek hij gaat gebruiken om toch de achterstand nog in te halen. Hippolyte, ja. Wat zal uw tactiek zijn? Rein tot wanneer dat ik duur val. Iets van uw sterkste punten uiteindelijk. Ja, van eerst, hè. En u denkt de achterstand nog te kunnen inhalen? Van eerst, jongen. Hey. U bent er gerust, hè. Oh jongen, toch. Eigenlijk geen gezien dat het allemaal lukt. Ik stel dan voor dat je beter vertrekt en ik wens je veel succes. Ja, van ergens, hè. Dan moet je eerst weg, hè. Want zo kan ik niet vertragen, hè. Ja, oké. Dag. God mij toch kunnen volgen, hè. Hippolyte, wacht. Dit is weer een onverwachte wending op uw parcours.
Dit zijn misschien toch zaken die niet zo eenvoudig op te lossen zijn. Wat denkt u hier aan te kunnen doen? We zijn weer aan werken van de spullen. Ik was er langs toe, ik hier alleen niet. Dat is weekend. Ja, maar wat denkt u daar nu aan te kunnen doen, hè? Nee, ga hier of niet? Zou ik hier een proberen, hoor? Ja, dames en heren, dit wordt hier een gevaarlijk gedoe eigenlijk. Dames en heren, wij zijn hier op een zeer gevaarlijk kruispunt, een jaarlijks terugkerende waaghalzerij voor de renners. Het peloton is hier gepasseerd en Hippolyte kan hier ieder moment voorbij komen. Wij wachten in spanning af wanneer Hippolyte, en ik denk dat ik hem in de verte, ik denk dat ik een map uitruis zie. En daar is Hippolyte, dames en heren. Maar wat doet Hippolyte, dames en heren? Hippolyte komt echt op de zijlever af. Dit is een zeer gevaarlijke situatie. Hippolyte, pas op wat je doet. Hippolyte, Hippolyte, pas op. Hippolyte. Sportliefhebbers, we zijn even van de motor gestapt om te kijken wat er met Hippolyte gebeurd is. Cameraman, komt u even mee. Volgt u. Hippolyte. Wat is er juist gebeurd? Toch. Een of andere debiele bescherming die er aan de weg stoe, wat dan? U vindt dat die mensen hun job niet goed doen? Ach jongen, ik zeg, ik klopt dit. Als je niet weet bij mijn organisatie, gewoon, je moet weer de debiele bescherming gewoon. He. Of waar bent u een kruis? Ja, Hippolyte, maar ziet u ondanks dit kleine obstakel nog uw tijd goed te maken? Jongen, dat is maar een scheet en een vlas. Kijk hoe het ze beter weer vertragen. Oké, dan gaan we u laten vertrekken. Ja, beste sportliefhebbers, we komen straks bij u terug om te volgen hoe Hippolyte deze kostbare tijd die hij verloren heeft alsnog kan goedmaken. Tot zo dadelijk. Een goede namiddag gewenst. Ik heb juist enkele uitlatingen gehoord van een renner Hippolyte genaamd over het onverantwoord gedrag van signaalgevers. Heeft u daar een reactie op? Wat? Hij moest los door en hij was los doorgereden. Dus Hippolyte is die kant op gereden. Dames en heren, beste sportliefhebbers, weer een onverwacht tijdverlies voor Hippolyte. Wij komen zo dadelijk bij u terug. Ja, dat is heren, wij staan hier aan de bevoorrading en hier komt Hippolyte. Ja, hij gaat een kleine versterking nemen en daardoor zal hij misschien zijn achterstand op het peloton kunnen goedmaken. Maar, wat gebeurt er, Hippolyte? Gaat een kleine noodstop maken, denk ik? Misschien een plasje nemen? Nee? Nee, hij stapt volledig af. Hippolyte gaat verdwijnen in struikgewas. Ik denk dat Hippolyte toch iets van plan is waar wij beter even van nabij gaan naar kijken. Ja, Hippolyte is in het struikgewas verdwenen. We gaan toch een kijkje nemen wat er hier aan de hand is. Ja. Hippolyte, wat gebeurt er? Kijk, mijn olie in tijd verlies heb ik gekocht erin. En moet ik medals, de aard medals gebruiken. Hoorde jij mij dat pikurkje geven? Hippolyte, ja, ik begrijp natuurlijk. Ja, maar u moet ook begrijpen, ik ben van de pers. Ik moet, bent u niet bang voor uw imago? Imago? Nou, kijk niet, jongen. Ja, nee, sorry, Hippolyte. Daar kan de pers niet aan meewerken. Nee, sorry. Sorry, Hippolyte. Nee. Sorry, ik moet onafhankelijk blijven, nee. Dus, dat gaat niet. Dames en heren. Beste sportliefhebbers, we staan hier aan de hel van Overmeire, een van de zwaarste stukken van dit parcours. We staan hier ook naast Jo, de trouwste supporter van Hippolyte. Jo, mag ik u toch een kleine reactie vragen op de toch wat ruime achterstand van uw favoriet renner? Ja, kijk, achterstand, ja. Slecht weer voor hem, die zon, dat is niet voor hem en die kazijn, dan is veel te zwaar. Ja. Maar pijs toch dat hij nog gaat bijkomen, ja. Ja, een verloren boerenkrijg is nog geen verloren oorlog natuurlijk, zoals men hier zegt in de streek. U biedt hem blijkbaar ook wel een kleine verfrissing aan. Ja, wat de kreurs met dat weer, die vocht nu. Ja. Kijk, hij komt al. Daar is Hippolyte. Laten we kijken naar de spannende beelden. Hippolyte, wat doe maar? Met de water? Ik ben niet over. Hippolyte, jongen. Thank you.
Ja, Hippolyte, nu we toch eventjes tijd hebben. Ja? Tegenhoog, Mark. Wat denkt u van uw trouwste supporter? Ja, ik tegenkomen. Nou zijn een baard en dag niet eens. Ja, ik begrijp het. U raakt stilaan toch een klein beetje gefrustreerd, denk ik. Ziet u toch nu nog een kans om de tijd een beetje in te halen? Ik zie dat juist niet meer, Mark. Stoor? Juist niet meer, ja. Ik zal u dan misschien beter met rust laten en toch u gewoon laten uw eigen tempo voortrijden. Oké. Ja, dank u. Veel succes, Hippolyte. Dank u. Ja, ja, dames en heren, beste sportliefhebbers. Het is nu iets na negen. Het peloton is al geruime tijd over de eindstreep en Hippolyte is daar nog altijd niet verschenen. Dus wij zijn weer op zoek gegaan naar Hippolyte en eindelijk hebben wij hem opnieuw kunnen lokaliseren. He? Ja, we hebben hem hier gevonden aan het veer te Schellebellen. En blijkbaar zit Hippolyte terug in de problemen. We gaan terug bij hem voor een kort interviewtje. Hippolyte, blijkbaar zijn er weer problemen. Ja, maar wel lekker. Ik weet niet hoe lang hij komt liggen in je man. Ja, Hippolyte. Maar ik u toch op attent maken dat het na 9 uur is en dan... Ja. Kijk, kon ik hier met die balen leven. We gaan een sumo verkopen. Ja, Hippolyte, ja, dat is misschien een nieuwe job voor u, maar na 9 uur gaat het veer niet meer uit. Oeh. Nee, na 9 uur vaart het veer echt niet meer uit. Hoe alleen? Hippolyte, het spijt me. Ik denk dat er maar één oplossing is. En dat is langs hier rijden, via de passarel, de markt van Wetteren en zo terug naar de eindstreep aan de noteloze notelaar. Kan ik dan niet meer doen? Kom, Hippolyte, nog een kleine inspanning en we zijn er. Maar we zullen nu volgen op de moto. Kom. Kom, Hippolyte. We moeten toch iets voor uw sponsor doen ook, hè? Kom. We zijn hier bij Hippolyte op een korte afstand van de aankomst en ik ga hem nog een aantal laatste vragen stellen. Hippolyte, ja, iedereen zit aan de aankomst vol spanning te wachten om het tijdverschil met de peloton op te nemen, maar u bleef blijkbaar nu toch wel een rustig moment. U neemt het niet te zwaar op. Kijk, ik zeg, ik bezig ik altijd, je moet proper voor de mensen te verschijnen komen. He. Daarmee heb ik me niet een douche gepakt, bedoel je. En ik weet, ik ga ongelooflijk veel tegenslag op. Jongens toch. Ja, we hebben het gezien van. Ja. Maar zal ik van overtuigd mijn tijd wel inhalen hoor. Nou ja, dus ik vind het eigenlijk nu wel iets belangrijker om mooi voor de sponsor voor de dag te komen dan het tijdsverschil nog goed te maken. Kijk, goed betoond en dat is het belangrijkste vind ik. En er komen hier nog wel koetsen zeker. En ik hoef door mijn uiterste best in doen. Als ik door wat chance en geen probleem. Dank u, Hippolyte. Ik ga u laten aankleden, want er komt er nog een kleine opwarming. Gezondheid, Hippolyte. Dank u. Ja, tot zover het korte gesprekje met Hippolyte. Wij verwachten hem zo dadelijk aan de aankomst. En dan gaan we het tijdverschil met het peloton opnemen. Tot zo dadelijk. Dank u wel.